1, 4, 4 en de machtswortels uit een complex getal. Even situeren. Gisteren hebben we veel gerekend met die goniometrische vorm. Ja, product, quotient, macht, formule van de Moivre. En zeer interessant. En dat ging vrij vlot. We hebben gezien, dankzij die goniometrische vorm zijn we in staat om grote machten, zeer grote machten, van complexe getallen snel te gaan berekenen. Ja, terwijl dat, als je dat zonder die goniometrische vorm zou moeten doen, ja, dan wordt dat toch wel een pak moeilijker. Nu, je kunt u blijven de vraag stellen van, waarom is dat zo zinvol? Wel, dat komen we uiteindelijk nu in deze les echt te weten. Het is de laatste les over complexe getallen. Er zit wel nog op het einde van het hoofdstuk een kleine uitsmijter, zo noem ik het. Omdat we eigenlijk een paar dingen hebben overgelaten. Maar daar komen we dus het tweede uurtje op terug. Dus dit uurtje werken we de leerstof over die complexe getallen alvast af. Waarover gaan we het hebben? Wel, ik ga u proberen te overtuigen van het feit dat als we alle informatie combineren die we hebben over die complexe getallen, en dan vooral over hun goniometrische schrijfwijze, dat we meer kunnen dan vroeger. Ja? En wat bedoel ik daarmee? Wel, ik kijk naar dit voorbeeld. Ik wil de derde machtswortels uit 8 berekenen. Alle derde machtswortels uit 8. Ja, als je die vraag zou stellen in de reële getallen, als we niets weten over complexe getallen, wat zou jouw antwoord dan zijn? Uiteraard. Ja, in de reële getallen is deze oefening heel snel opgelost. En weten we, er is 1/3 machtswortel uit 8, namelijk 2. 2 tot de derde is gelijk aan 8. Juist, hè? Nu, met onze informatie over de complexe getallen erbij, weten we dat dat niet de enige oplossing is. En waarom is dat zo? Wel, 1/3 machtswortel uit 8 berekenen, dat betekent eigenlijk dat je deze vergelijking moet oplossen. Z tot de derde is 8. Juist, hè? Dus dat betekent dat z tot de derde min 8 moet gelijk zijn aan 0. En ik zie inderdaad meteen dat 2 voldoet. Dat klopt. 8 min 8 is gelijk aan 0. Maar, moet ik even goed kijken, dat is een derde graadsvergelijking. En wat hebben we geleerd? Dat c algebraisch gesloten is. Stelling van D'Alembert. De hoofdstelling van de algebra wordt ook gezegd. Die stelling hebben we gezien, een tijdje geleden. Nu, dat betekent dat algebraisch gesloten. Dat betekent dat voor een veeltermvergelijking van de derde graad, dat betekent dat die 3 oplossingen zal hebben. Ja? Mits je die multipliciteit meetelt. Maar ik vind hier maar 1 oplossing, want voor alle duidelijkheid, die zit gelijk aan 2, die heeft slechts multipliciteit 1. Dat gaan we straks nog zien, dat dat zo is. Dus eigenlijk vermoeden we dat we 2 oplossingen tekort hebben. En dat er 2 oplossingen imaginair moeten zijn, ergens in het complexe vlak liggen. Maar waar? Wat zijn die oplossingen? Snap je? Dus we redeneren verder dan vroeger. Hè? Vroeger was het, ja, derde machtswortel uit 8, 2 oefeningen gedaan. Nu kunnen we verder. Dus laten we die vergelijking een keer oplossen. Z tot de derde min 8 gelijk aan 0. Hoe begin je daaraan? We weten dat 2 een nulpunt is. Dus, wat kunnen we doen? Horner. Oké, okay, dat gaan we doen. Hè? Ja, simpel. Eerste methode, rechtstreeks in de vorm z is a plus bi. Dus ik ga in die eerste methode niets zeggen over goniometrische vorm. Dat is de afspraak, voorlopig. Ja? Dus met andere woorden, ik weet, ik kan Horner toepassen. Z tot de derde min 8 is 0, ik heb dat gedaan. Ja, het is niet de bedoeling dat je dat nu nog eens uit te rekenen, mensen. Je kunt dat tot vervelens toe. Dan vind je z min 2, z kwadraat plus 2, z plus 4. Geen verrassingen hier. Wat zien we? Z min 2, dat is natuurlijk de factor die aanleiding heeft tot z gelijk aan 2. Merk op, multipliciteit 1. Hè? Er staat geen z min 2 kwadraat, er staat geen z min 2 tot de derde. Merk dat op. Hè. Tweede stuk, ja, dat weten we, dat zal negatieve discriminant hebben. Want dat zorgt er juist voor dat we in de reële getallen geen oplossingen hebben. Dus z kwadraat plus 2z plus 4, discriminant is 4 min 16, is min 12. Maar ik kan verder rekenen door min 12 te gaan schrijven als 12i kwadraat. Ja, we hebben dat nu al heel vaak gedaan. We zijn even terug in het begin van het hoofdstuk eigenlijk, hè. Daar komt het op neer. Dus als ik dat uitrekenen, hè, min b plus of min enzovoort, dan vind ik min 1 plus of min wortel 3. Dus ik ben er, ik heb naast die 2, die ik al lang wist, heb ik nu ook 2 complexe oplossingen, die natuurlijk mekaar toegevoegde zijn trouwens. Eigenschap van de twins, herinner u. Het is een veelterm met reële coëfficiënten. Als een imaginair of als een complex getal voldoet, dan zal zijn complex toegevoegde ook voldoen, dat klopt. Ja. Min 1 plus of min vierkantswortel 3, mou i. Je zou kunnen zeggen, oefening gedaan. Hè? En we zijn eruit, het is gelukt. Oké, okay? Maar...
Nu komt het. Stel nu dat we diezelfde vergelijking zouden gaan oplossen met goniometrische schrijfwijze. Dan krijgen we een totaal nieuw inzicht. Krijgen we een veel inzichtelijker resultaat dan wat we nu hebben. Kijk maar. Tweede methode. Ik ga die z niet in de a plus bi vorm schrijven, althans niet in eerste instantie, maar ik ga die z schrijven in de vorm goniometrisch r keer cosinus theta plus i sinus theta. Dus wat krijgen we dan? We gaan even kijken. Hè? Dus ik ga in deze vergelijking hier, z tot de derde gelijk aan 8, ga ik z vervangen door r keer cosinus theta plus i sinus theta. Nu, omdat daar een derde macht staat, kan ik de formule van de Moivre gaan toepassen. En dan krijg ik dit. Hè? Z tot de derde is 8. Ik pas de Moivre toe, dus niet Horner nu, maar de Moivre. En wat zie ik? Linkerlid wordt r tot de derde cosinus 3 theta plus i sinus 3 theta. Dat is de formule van de Moivre, herinner u, gisteren gezien. En het rechterlid, ja, als je het links goniometrisch schrijft, moet je het natuurlijk rechts ook goniometrisch schrijven. Hè? Daar zijn we over akkoord. Dus je rechterlid, het getalletje 8, als je dat in goniometrische vorm gaat schrijven, dat is 8 keer cosinus 0 plus i sinus 0. Oké? Nu moeten die twee getallen aan elkaar gelijk zijn. Dat zijn getallen in goniometrische vorm. Dus dat wil zeggen, modulus moet gelijk zijn, r tot de derde moet 8 zijn. Argumenten gelijk op een veelvoud van 360 graden na. Dus 3 theta is 0 plus k maal 360 k-element van z. We lossen die vergelijkingen op naar r en theta. Eerste vergelijking, r tot de derde 8. Merk op, hè, r is een positief reëel getal. Hè. Ja, want r, dat is de modulus, hè, dus dat is iets dat positief is, dat is een reëel getal. Hè. Dus je hebt daar maar één oplossing, hè. R is 2. Daar heb je er geen 3, hè. Nee, want we zitten in, hè, r is positief, nogmaals, en een reëel getal. Dus r is 2. En ik bekom voor de hoek theta, alles deel onder 3, k keer 120 graden, waarbij dat k een element van zit. Akkoord? Dus dat wil zeggen, als ik nu een keer ga opschrijven wat die oplossingen zijn, laat ons dat een keer doen. Ja, je zou misschien denken, er zijn er oneindig veel, want er staat daar k een element van zit. Nu, dat is natuurlijk niet waar. We zullen nu al direct zien waarom het dat niet waar is en waarom dat we eigenlijk ja, in een repetitief systeem gaan zitten. Hè. Kijk maar. Hè. Bijvoorbeeld, als k 0 is, ja, dan is r 2. En dan heb je cosinus, ja, k is 0, dus cosinus 0 plus i sinus 0. Dus met andere woorden, welk getalletje vind je terug? 2. Dat wisten we al lang, dat 2 voldeed. Akkoord. K gelijk aan 1, kijk goed. Dan heb je 2, de modulus is altijd 2, hè? Die verandert nooit. En dan heb je cosinus 120 plus i sinus 120. Je kan die uitrekenen, die twee hoeken. En wat vind je? Min 1 plus wortel 3i. Oh, dat klopt. Ik had die ook door het toepassen van de methode van Horner. Ik heb er nog één, 240. 2 keer cosinus 240 plus i sinus 240. Ik reken dat uit. Ik vind min 1 min wortel 3i. En dat klopt. Want dat had ik hier ook. Dus ik zie dat ik met deze methode dezelfde oplossingen vind. Kan er nog iemand zeggen waarom ik niet moet verder gaan? K gelijk aan 3. Wat gaat er gebeuren, denk je? Als je k gelijk aan 3 staat. Want eindelijk staat er dat k een element van z. Maar wat gaat er gebeuren als k 3 is? Zien jullie dat? Ja, dat is hetzelfde als k gelijk aan 0. Hè. Dat klopt, hè. Want dan krijg je 360. En 360 periodiciteit, dat is hetzelfde als k gelijk aan 0, dus je komt weer inderdaad 2 uit. En k gelijk aan 4 komt er weer k gelijk aan 1 uit. Hè. Snap je? En k gelijk aan min 1, dat heeft natuurlijk ook geen zin, want dan draai je eigenlijk ja, min 120 terug. Maar dat is hetzelfde als je 360 bijtaalt, 240. Dus k gelijk aan min 1 is hetzelfde als k gelijk aan 2. Zie je? Dus eigenlijk heb je er maar 3 oplossingen. Hè. Daar komt het op neer. Oké, okay, nu zeg je waarschijnlijk, ja meneer, oké, okay, ja, er zijn 2 methodes, proficiat. Maar je moet nu toch toegeven dat die eerste methode veel eenvoudiger is dan die tweede. Juist, je hebt gelijk, je hebt nog altijd gelijk. Maar het voordeel van die tweede is dat je ook nog een tekening kunt maken. Dat je een voorstelling kunt maken van die oplossingen. En dat hadden we zeker niet bij die eerste. Zeker niet als je het complexe vlak niet kende. Nu wel, hè. Kijk goed. Dat is wel mooi, hè. Wat vind je? 2. Ik vind min 1 plus wortel 3i. Ik heb die perfect getekend, hè. Dus een hoek van 120 graden. Ja, min 1 plus wortel 3i. En onderaan de toegevoegde, merk op, spiegeling tegenover de x-as. Sorry, tegenover de reële as, dat is juister. Krijg ik min 1 min wortel 3i. En wat stel je vast? Die 3 oplossingen, die liggen op welk soort driehoek? Denk je? Dat is een gelijkzijdige driehoek. Ja. Die 3 oplossingen die liggen perfect op een gelijkzijdige driehoek. Ja.
moet maar een keer, als je het echt wilt doen, kunnen je die afstanden natuurlijk gaan berekenen. Je zal zien dat die inderdaad perfect gelijkzijdig is. Nog veel makkelijker is uiteraard gewoon de hoeken gaan berekenen. Daar heb je het meteen. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld in één zo'n driehoekje, deze hoek is 120 graden, die driehoek is uiteraard gelijkbenig. Dus je basishoeken, ja, die zijn 30 graden. Dat kan niet anders, hè. Maar natuurlijk, als die basishoeken 30 graden zijn, die kleine hoekjes, dan is zo'n grote hoek en de volledige driehoek 60 graden. Dus alle hoeken zijn 60 graden, dus die driehoek is gelijkzijdig. Nu, dat inzicht, dat moet je toegeven. Dit moet je toegeven. Dit inzicht had je niet, als je alleen de eerste methode kende, als je niets weet over het complexe vlak, als je niets weet over goniometrische schrijfwijze, ja, dan ga je nooit op het idee komen om die oplossingen op die manier voor te stellen. Terwijl we dat nu wel kunnen. En het feit dat die op een regelmatige veelhoek liggen, in dit geval een driehoek, is geen toeval, hè, mensen. Dat is geen toeval. Dat is iets dat vrij logisch is en dat zal volgen uit die formule van de Moivre. We gaan straks zien, als we een zesde graadsvergelijking gaan oplossen, de zesde machtswortels berekenen, ja goed, dan gaan we een oplossing op een regelmatige zeshoek liggen. Hè. Dat is vrij logisch, want dan staat er in plaats van 3 theta, 6 theta. En dan zijn dus uw middelpuntshoeken in plaats van 120 groot, zoals je nu ziet, ja, dan zijn die 360 gedeeld door 6, zijn die 60 groot. Dan krijg je dus een regelmatige zeshoek. Dus, hè, geeft ons een extra inzicht. Maar je zou nog altijd kunnen geneigd zijn om te zeggen van, goh, ja, maar waarom moet je dat doen als je het gewoon via de eerste methode kunt? Hoor ik u denken. Zwaar, hè? Wel, nu komt het. Die eerste methode die is gewoon niet altijd toepasbaar. Waar gaat die eerste methode vanuit? Die eerste methode, dat systeem van Horner, heeft een fantastisch nadeel, hè? Het nadeel is, je moet kunnen starten. Als je niet kan starten, dan zit je blokvast. Dan kan je die methode nooit toepassen. En wat betekent dat starten? Dat betekent dat je een oplossing moet hebben. In dit geval 2. Ja, we zien opzicht. Maar stel je voor dat je dat niet ziet. Dat je die oplossing niet, dat je niet weet. Hoe ga je dan in godsnaam die vergelijking oplossen? Hoe ga je in godsnaam die in de machtswortels vinden als je niet kan starten? Als je Horner niet kan toepassen. Wat als die graad hoger wordt in plaats van een derde graad? Als dat een vijfde of een zesde graad is? Ja, dan wordt het toepassen van Horner natuurlijk veel moeilijker, want dan moet je veel meer input hebben. Dan moet je veel meer gegevens hebben om aan de slag te gaan. Dat heb je niet nodig bij de tweede methode. En dat is het echte werk natuurlijk. Hè? Dus dat gaan we laten zien op de volgende slide. Dus een voorbeeld, kijk goed. Ik wil de vierde machtswortels uit min 1 berekenen. Wat zou het antwoord zijn in de reële getallen? Dat bestaat niet. Ja, een eenvoudige oefening. De vierde machtswortel uit min 1, sorry, dat bestaat niet. Nu in de complexe getallen, ja, kunnen we aan de slag. Hè? Wat gaan we doen? We gaan alle z in het element van c willen vinden, zodat z tot de vierde gelijk is aan min 1. Oké, die vergelijking moet ik oplossen. Dus dat betekent, z tot de vierde plus 1 moet 0 zijn. Eerste methode, rechtstreeks in de vorm, z is a plus b. Ben je akkoord? Een groot vraagteken. Je kunt niets doen. Ik zou niet weten... Hebben jullie een voorstel? Als je die eerste methode wilt opstarten, dan moet je Horner kunnen toepassen. Hè? Dus dan moet je een oplossing hebben. Hè? Ziet er iemand een oplossing? Je mocht een voorstel doen, hoor. Misschien denk je I. Ja, soms hoor ik dat. Ah, meneer, I. Voldoet I niet? Nee, I voldoet niet. Want hoeveel is I tot de vierde? Hoeveel is i tot de vierde? I, dat is niet juist. 1, ja. Want i tot de vierde is het kwadraat van i kwadraat. Hè? Dus i kwadraat is min 1, dus i tot de vierde is plus 1. Dus, ja, het klopt niet, hè. Sorry, hè. Dus je kunt niet starten. Je kunt niet starten. Je zit volledig blokvast. Als je niets kent van het complexe vlak, als je niets kent van goniometrische schrijfwijzes, dan is de oefening hier gedaan. Maar je hebt wel geen uitkomsten bereikt, terwijl die er wel zijn. Dat is de belangrijkste troef. Want kijk, nu gaan we die tweede methode gaan toepassen. Tweede methode betekent goniometrische vorm. Ja? Dus betekent z tot de vierde, ja, dat wordt r tot de vierde cosinus 4 theta plus i sinus 4 theta. Makkelijk. Weet er iemand de goniometrische vorm van min 1? Wie probeert? Wat is de goniometrische vorm van het getalletje min 1? Logisch, mensen, dat als je links de goniometrische vorm opschrijft, moet je het rechts ook doen. Hè? Dus ook min 1 moet je in goniometrische vorm kunnen schrijven. Wat is het argument? Wat is de modulus voor het getal min 1?
Wie probeert? De modulus is 1, uiteraard, want min 1 ligt 1 van de oorsprong. Dat is juist. En welke hoek wordt er gemaakt? Hoeveel is het argument? 180 graden. Is goed. Dus met andere woorden, de Moivre toepassen levert mij R tot de vierde cosinus 4 theta plus die sinus 4 theta 1 cosinus 180 plus die sinus 180. Snap je? Dus je moet niets hebben om te beginnen, hè, als je de Moivre kunt toepassen. Je bent gewoon, het is een standaard principe, je moet het gewoon in geometrische vorm gaan zetten. Wanneer zijn die twee gelijk? Nu is het gemakkelijk, hè. R tot de vierde moet 1 zijn, 4 theta moet 180 graden zijn plus K360 met K element van z. Uitrekenen naar r en theta. R tot de vierde is 1, dat betekent r is 1. Theta is alles deel door 4. Dus dat betekent 45 plus k keer 90. K element van z. En dan kunnen ze allemaal gaan opschrijven. Ja? Hoeveel gaan het er zijn? Ja, 4 natuurlijk. Hè? Ja? Dat weten we ook. Dus dat is wat schrijfwerk, geef dat toe. Dat is wat schrijfwerk. Dus k gelijk aan 0, k1, k2, k3. Straks moet het zelf een keer proberen, hè? Voor alle duidelijkheid. Je moet dat niet zitten overpennen. Nu, r is 1. Ja? En dan heb je al die hoeken, hè. Dus je begint met k gelijk aan 0, dus 45. En dan moet je iedere keer 90 bijdraaien. En je eindigt met 315. En je kan ze ook nog allemaal gaan berekenen. Als iemand zijn microfoon die aanlegt, dat is misschien wel storend. Ja. En je kan ze ook nog allemaal gaan berekenen, hè? Want de cosinus 45, cosinus 135, 225, 315. Zit daar heel veel symmetrie in en je vindt dit als resultaat. Vier oplossingen. Dat is helemaal logisch. Allemaal multipliciteit 1. Ja, en je ging er niet opgekomen zijn. Hè? Er is niemand die in de chat gezegd heeft: oh, maar meneer, oh, sorry, wortel 2 over 2 plus wortel 2 over 2 keer i voldoet. Ik heb een i gehoord. Snap je? Je ging er niet opgekomen zijn. Dus wat kunnen we nu doen? We kunnen ze ook nog een keer gaan tekenen. Iemand die een voorspelling doet, op welke speciale figuur gaan de oplossingen liggen? Op welke speciale soort figuur gaan uw oplossingen liggen? Kijk een keer na. Als je een beetje gevolgd hebt, het vorige voorbeeld, dan zou dit ook wel gehaald moeten zijn. Een vierkant, hè? Natuurlijk, ja, een regelmatige vierhoek. Een regelmatige vierhoek, dus dat gaat een vierkant zijn, hè? Ketonen? Voilà, ziet er zo uit. En dus logisch, ja, reële oplossingen zijn er niet, hè? Ja, nee, er zijn geen snijpunten met de reële as. Ja, er zijn ook geen zuiver imaginaire oplossingen, by the way. Alles ligt in het complexe vlak, dus alles ligt rond, maar heel veel symmetrie, zoals je ziet, hè. Dus die vier oplossingen, en nu moet je toch overtuigd zijn, hè. Nu moet je kunnen zeggen van, oh, maar we hebben niets bijgeleerd. Ja, bedoel, we kunnen nu opeens vergelijkingen gaan oplossen. Zet het de vierde gelijk aan min 1. Ja, tot voor dit hoofdstuk was van, ik heb geen uitkomsten. Het heeft even geduurd, maar we zijn wel in staat om perfect die vier oplossingen terug te vinden. Ja, dus dat is wel, hè, toch wel een verrijking, vind ik. Dat toont aan dat je er allemaal kan mee. Microfoon nog aan. Heeft iemand mee af de microfoon kan uitleggen, mensen? Er wordt beweerd dat het een wolf is. We zullen zien. Oké. Is dat duidelijk? Twee voorbeelden. Ja? Je zult zien, mensen, in uw cursus, als je cursus bij u hebt, dan heb ik daar twee andere voorbeelden in de theorie behandeld. Die twee voorbeelden, dus je hebt er nu eigenlijk vier. Ja, ik heb vier voorbeelden voor u behandeld. Want als je goed gekeken hebt, dan hebben we nu van de oefening onderaan uw bladzijde. Ja, welke oefening was het nu weer? Ik zou een keer moeten gaan terugkijken. Wacht, hè. Hier, oefening 39, hebben we eigenlijk A en B gemaakt. En je hebt ook nog twee voorbeelden in de theorie gewoon, waar er ook mooie tekeningen staan. Dus je hebt vier uitgewerkte voorbeelden ter beschikking. Dat dat al genoeg is, hè. Dus dat moet lukken, hè. Dus wat is de bedoeling voor de rest van deze les? Dat is gewoon dat we dit even oefenen, hè. Ik wil gewoon dat je dat een keer zelf doet. Dat lijkt me evident dat dat de vraag is. Hè. Dus laten we eens kijken. Dus die hebben we helemaal gehad. Dat zou moeten duidelijk zijn. Dus laten we eens een keer proberen. Het is aan jullie. Ga maar aan de slag. Bereken de derde machtswortels uit i. Zou dat dan volledig zelf lukken of moet er wat ondersteuning zijn? Dat is nu een moeilijke vraag. Misschien moeten we hier nog wat ondersteuning bieden. En dan de laatste oefening, die laat ik u dan helemaal zelf doen. Dat zou een idee kunnen zijn, hè. Hoe starten we? De derde machtswortels uit i wil ik berekenen. Z tot de derde min 1 is gelijk aan 0.
Nin. Ja. Z tot de derde min i is gelijk aan 0. Of z tot de derde is i, hè. Ja. We moeten hier op letten. Je gaat bij de Moivre eigenlijk nooit naar 0 herleiden. Hè. Zij schrijft gewoon z tot de derde is 1. En dan moet je de Moivre gaan toepassen. Z tot de derde is i, excuseer. Dan moet je de Moivre gaan toepassen. I hebben we al 1000 keer gedaan, mensen. Cosinus 90 plus i sinus 90, dat mag geen probleem zijn. Dus reken maar verder. Ja. Ja. Min i, klopt. Voor k gelijk aan 2. Denk dat goed is. Met je rekenwerk. Dit zijn ze. Wortel 3 over 2 plus 1 tweede i. Min wortel 3 over 2 plus 1 tweede i. En min i, die laatste. Ja. Dus had je dat gezien in het begin? Had je een beetje geprobeerd, dan had je misschien zelf gezien van min i tot de derde is gelijk aan i, dan kon je het eigenlijk via Horner ook doen. Hè? En dan zou je kunnen via een Horner-schema, zou je kunnen de graad verlagen naar een tweede graad, en dan zou je kunnen met de discriminantmethode makkelijk ook deze twee oplossingen terugvinden. Dat ging ook gaan. Maar ja, dat moet je wel zien, hè, dat min i een oplossing is, hè? Geef toe. Natuurlijk, je kunt wel wat proberen, maar het is niet zo evident. Hè? Ik heb er nog een tekening bij gemaakt ook, die ziet er zo uit. Weer een regelmatige driehoek. Heel mooi, 120 graden weer, die sprongen die gemaakt worden, en heel veel symmetrie in de tekeningen. Dus dat zijn mijn derde machtswortels uit i. Snap je dit? Ben je overtuigd van de meerwaarde? Dat is iets dat belangrijk is. Ben je overtuigd van de meerwaarde van die honiometrische voorstelling? Ja, dat is toch mooi dat je die oplossingen gewoon ziet liggen. Hè? Want dat was niet zo als je dat allemaal niet doet. Oké, dat is aan jullie. Ja, dit is een type toetsexamenvraag, zou ik zeggen. Dus die moet ik volledig zelfstandig gaan oplossen. Klein beetje hulp misschien, of klein beetje wat het opstarten betreft. Ja, het heeft uiteraard te maken met wat we net gedaan hebben. Dus je kan het, beweer ik, herleiden naar het berekenen van een, kijk goed, een zesde machtswortels. Hè. Je zou moeten een zesde machtswortels gaan berekenen, dat is de bedoeling. Maar natuurlijk, wat een beetje het verschil is, hè, waarom is het wel een interessante oefening, er staat daar i tot de macht 2010. Er staat daar i tot de macht 2009. Ja, je zal uiteraard in eerste instantie die machten van i moeten gaan vereenvoudigen. Hè. Dus ik geef u in eerste instantie het advies om te gaan herschrijven i tot de macht 2010, waaraan is dat gelijk? Ja. En hetzelfde voor i tot de macht 2009. En dan pas ga je schrijven, z tot de zesde is gelijk aan, en dan pas ga je de techniek toepassen die we net hebben behandeld. Dus er is een extra stapje hier. Je moet eerst die machten wat gaan uitrekenen. Je moet dat getal iets makkelijker gaan schrijven. Ik stel voor dat je dit probeert. Eén kleine randopmerking. Dus je moet alle oplossingen geven. Het is een zesde graad, dus er gaan er zes zijn. Dat is heel wat. Maar de hoeken, die kan je niet meer mooi uitrekenen. Dus hier was dat iedere keer wel het geval. Hè. Dus je mag je oplossingen geven in de vorm r keer cosinus theta plus i sinus theta. Dus je mag je oplossingen schrijven in goniometrische vorm. Hoeveel is dat? Min 1 wordt beweerd. Dat zou wel juist zijn, zeker. Het eenvoudigste is via i kwadraat. Hier moet je niet werken met de formule van de Moivre. Het is zuiver imaginair. Het heeft geen enkele nut. Dus gewoon i kwadraat tot de macht 1005. Min 1 tot de macht 1005. Dus min 1. En we hebben al nodig i tot de macht 2009. Heb je dat al? Hoeveel is dat dan? Hoeveel is i tot de macht 2009? I wordt beweerd. Een keer kijken. Dus wat ik gedaan heb, is eigenlijk gewoon i tot de macht 2010 gedeeld door i. Hè. Dan heb je i tot de macht 2009. Waarom doe ik dat? Omdat ik i tot de macht 2010 al heb. Hè. Dat is mijn 1. Natuurlijk, je mag ook schrijven i tot de macht 2009 is i in het kwadraat tot de macht 1004 maal i zeker. Dat is ook juist. Hè. Dus je mag dat ook doen. Hè. Dat maakt niet uit. Maar de einduitkomst is inderdaad correct. En dat is inderdaad i. Oké. Dus dan moet je die daarin stoppen. Ja, dus je vervangt i tot de macht 2010 door min 1, je vervangt i tot de macht 2009 door i, en dan herleid je alles naar z tot de zesde is gelijk aan. En dan kunnen we verder. Hè.
Mocht je een modulus hebben van het resultaat, dan mag je die al posten. En bijvoorbeeld ook een eerste hoek. Hè. Een keer dat je de eerste hoek hebt. Maar kop, het is een zesde graadsvergelijking. Dus je weet al, 360 gedeeld door 6, dat je elke 60 graden gaat springen. Hè. Dat zijn zo van die dingen die makkelijk zijn om in het begin al direct vast te leggen. Hè. Dus modulus of argument mag je posten als je wil. Modulus vierkant wortel 8. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Ik veronderstel dat je dan bedoelt de modulus van het rechte led bij z tot de zesde s. Ja, maar dat zal niet de modulus zijn van het eindantwoord, denk ik. Hè? Ja, oké. Dan heb je gelijk. Dat klopt. Maar als je verder rekent, ga je zien dat die modulus zich wel nog aanpast. Hè? Dus we kunnen dan een keer rekenen tot daar, dat waar August zit. Hè. Wat wordt de vergelijking? Ik ga dat vervangen. Hè. Dus i tot de macht 2010 is min 1. Pas op, er staat nog een minnetje voor. Dus eigenlijk wordt dat gewoon plus 1 hier. Min i tot de macht 2010. Dus krijg ik dit. Hè. Zit tot de zesde s, min wortel 2 laat ik staan. En dan moet die i tot de 2009... Ja, Femke, dat is juist inderdaad. Dus dan moet die naar de andere kant. Hè. Dus dan krijg je dit. Oei, ik heb een i vergeten. Zie je dat? Heb ik een i vergeten? Ja, ik heb een i vergeten. Dus even doen hier. Dat direct aanpassen. I. Ja. Huide. Min wortel 2. Min wortel 6i. Nu is het juist, hè? Oké, dan moet je de Moivre toepassen. Dus links r tot de zesde enzovoort. Rechts wortel 8, hè. Dat was hetgeen dat August ons gezegd had. En oppassen hier, hè. Ik hoop dat dat goed gegaan is. Ja, dat hebben we een paar keer gedaan nu, hè. Uw argument gaan berekenen. Uw tangens is wortel 3. Maar ik zit in het derde kwadrant. Dus tangens wortel 3, dus 60 graden, dat kan niet, hè. Derde kwadrant, 180 bijtalen. Dat is 240. Of aftrekken. Maakt niet uit. Dat is het risico. Hè? Dus dat is daarom dat het ook een toets-examenvraag is. Hè? Die fout mogen niet maken, uiteraard. Hè? Zorg dat je de goede dingen opschrijft daar. Oké, dan gelijkstellen. Dus dat betekent r tot de zesde is wortel 8. Ja, dat betekent, zoals Femke ons aangaf, je kunt dat vereenvoudigen. Hè? Wortel 8 tot de 1 zesde. Ja, is kortweg de vierde maaswortel uit 2. Hè? Dat moet je wel kunnen, hè? Dat vereenvoudigen. 2 tot de 1 vierde. En je hoeken... 40 plus k keer 60 k in de moment van zit. En dus je ziet, hè, ja, 40 graden, de cosinus sinus van 40 graden, dat is niets dat we... Dat is een vrij ingewikkelde uitdrukking, dus ja, dat is niet de bedoeling. Dus je mag gewoon je antwoorden op die manier gaan opschrijven. Ja. En dan hebben we ze allemaal. Lukt dit? Het is wat rekenwerk, hè, mensen. Meer niet. Er staan nog van die oefeningen, ga je zien in uw cursus. Ik heb ze niet allemaal gedaan. Zeg. Ik denk dat ik van oefening 40 heb ik alleen de laatste gedaan. Die eerste twee kunnen ik zelf doen. Hè, mensen. De oplossingen staan achteraan.
Het is niet anders dan dit. Dit is de moeilijkste, denk ik. Dus die andere oefeningen, A, B, moet je maar een keer zelf gaan proberen. Die zijn best wel interessant om een keer te maken. Oké, opmerkingen hierover? Overtuigd van de meerwaarde, hoop ik. Zou toch moeten. We gaan die eerste les afronden met een laatste slide. En het is wel een mooie ook. Je zal zien, er staan nog een paar leuke meerkeuzevragen in je cursus. Ik ga ze niet allemaal doen. Dus ik nodig u echt uit om dat zelf een keer te gaan proberen. Er zitten daar echt mooie dingen in. Maar deze ga ik wel een keer doen met jullie, omdat het dus een hele mooie heeft toe. Dus een logaritmische spiraal. Zie je? En die ziet er zo uit. Dus wat hebben we gedaan? Het zijn de beeldpunten van de opeenvolgende machten z tot de n-de van een complex getal z. Welk van de onderstaande is de juiste goniometrische vorm van z? Ja, dat is eigenlijk wat ik wil weten. Nu, om het een beetje voor te stellen, dan moet je een beetje naar de tekening kijken natuurlijk. Je begint, n is een natuurlijk getal, dus je begint met 0. Dus z tot de 0-de, dat is 1. Hè? Dus met andere woorden, dit bolletje hier, dat je ziet liggen, ja, dat is z tot de 0-de. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En dan draai je verder. Dus het volgende bolletje dat je ziet liggen is z tot de 1-ste. En het volgende is z tot de 2-de. En dan z tot de 3-de, z tot de 4-de, 5-de, 6-de enzovoort. En zo heb ik gedaan. Ik heb aan een computer gevraagd van zet dan ik er allemaal, teken dan ik er allemaal helemaal uit. En dan doet u dat voor mij op die manier. Oké. En dus de vraag is, we hebben daar 5 mogelijkheden. De vraag is eigenlijk, ja, over welk getal z gaat dat hier? Van welk getal worden eigenlijk die machten genomen? Daar komt het op neer. Leuke vraag hoor. Bijna niet rekenen. Zeer inzichtelijk. U probeert. Als je niet direct weet, probeer alternatieven te schrappen. Er zijn bepaalde dingen die gewoon wegvallen. Dan zeg je, ja, dat kan niet. Om bepaalde redenen. Hoe zou je dat kunnen doen? D of E? Volgens jou gaat het tussen D en E. En zou je kunnen uitleggen, Robbe, waarom? Waarom je de eerste 3 kan verwerpen? Ja, zeer goed. We gaan in 3 keer naar 90 graden. Ja, is goed gerekend, juist. Ja, dan weet je, als je machten neemt, opeenvolgende machten, dan spring je iedere keer dezelfde hoek door. Daar komt het op neer. Denk aan de Moivre. Je begint met theta, het kwadraat is 2 keer theta. De derde macht is 3 keer theta. De vierde macht, enzovoort. Nu, wat zie je als je springt, hier van 0, dan zet tot de 0-de, zet tot de 1-ste, zet tot de 2-de, zet tot de 3-de. Ja, dus we zien dat we iedere keer springen met, je kunt er niet naast kijken, we springen iedere keer met 30 graden. Niet met 45 graden, maar met 30 graden. Dus het gaat tussen D en E. Zeer goed gezien. Ja, prima. Je ziet bijna niet rekenen, hè? Gewoon kijken. Ja, is het nu D of is het nu E? Ook dat is niet zo moeilijk om te zien. Hè? D, beweert Maarten. Waarom? Zou je dat kunnen uitleggen? Je hebt gelijk hoor, maar waarom? Eerste snijpunt, imaginaire as. Het bolletje ligt een beetje verder dan 1. Ja. Ja, ja. Oké, ik ben akkoord. Met andere woorden, uw spiraal deint uit. Ze gaat weg van de oorsprong. Ben je akkoord? Ja, ze gaat alleen maar verder weg van de oorsprong. Dat betekent dat uw modulus moet groter zijn dan 1. Moest uw modulus kleiner zijn dan 1, dan zou die spiraal naar de oorsprong toe gaan. Een getal dat groter is dan 1, dat je gaat blijven tot een macht verheffen, ja,
Dus een getal groter dan 1, kwadraat, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, macht, enzovoort. Ja, wat gebeurt met die modulus? Die modulus blaast op, die wordt alleen maar groter. Dus je gaat verder van die oorsprong gaan liggen. Het tegenovergestelde effect heb je als je net onder die 1 ligt. Denk aan groeifactoren, hè, mensen. Denk aan groeifactoren. Hoofdstuk, ja, wat is het? Ergens in het eerste semester. Groeifactoren bij exponentiële functies. Groeifactor groter dan 1, stijgende groei. Exponentiële functie, die stijgt. Groeifactor tussen 0 en 1, functie daalt. Hetzelfde verhaal, hè. Vandaar ook logaritmische spiraal. Er is een verband met exponentiële functies eigenlijk, hè. Exponentiële logaritmische functies, vandaar, hè. Die reden zit er ergens in. Zeer goed. Dus ze deint uit. Dus met andere woorden, ja. Ja, trouwens, die in eerste schrap ik al zeker dan. Op welke figuur liggen de opeenvolgende machten van de eerste, denk je? Ik schrap daar die eerste. Kan er mij iemand zeggen op welke figuur de opeenvolgende machten van dit complex getal liggen? Oké, goed nadenken. Hoe kijk je naar uw modulus? Op een cirkel, hè? Natuurlijk, ja. Want je modulus is 1. Dus als je blijft verheffen, dan blijft die modulus 1. Dat gaat niet veranderen. Dus je gaat gewoon op een cirkel bewegen. Hè? Zie je? Dus bij die eerste valt het zeker weg, want dan zit je op een cirkel. Die andere twee met modulus kleiner dan 1 vallen ook weg, want dan gaat die spiraal naar beneden gaan, gaat die inkrimpen. Ja, dus de twee die overblijven, B en D, daar gaat de spiraal uiteraard uitdijden. En dan hebben we het al over gehad, dat 30 graden de overhangen gebeuren elke 30, dus dat deze juist is. Dit is leuk, hè, mensen. Dit vind ik ook, ik vind dat belangrijk. Ja, naast dat rekenwerk, oké, je moet wat kunnen rekenen, maar je moet ook dat inzicht hebben van hoe beweegt dat nu precies in dit vlak. Dus dat is wel mooi. Dus zeker het advies, er staan daar zeker nog 2 meer keuzevragen bij, die ik zelf moet gaan proberen. Ik probeer ook daar dat het rekenwerk vrij elementair is. Goed nadenken, niet te veel rekenen, maar vooral goed nadenken van wat is hier nu precies gevraagd. Maar die moet je zelf doen. Die ga ik niet doen in de les. Oké?